Hallo, welkom bij een nieuwe video. Mijn excuses voor de rare belichting. De zon zit nogal raar vanmorgen. Ik zit voor eens in mijn onesie, omdat ik het dat wel leuk vond om een keer een video te nemen in mijn onesie. Vandaag is het de derde AliExpress shopper. Ik kon hier niet wachten. We gaan beginnen met het eerste pakketje. Ik vergeet ook altijd hoeveel dat we nog moeten komen na een shoppen. Oeh, dit is veel groter dan verwacht. Heel veel meer bubbeltjes plastic dan verwacht. Dit is een dametje die je kan zetten in de microgolf en ik veronderstel ook in de oven. En die dan zo de oven kuist met een soort van stoom. Ik ga nog volledig moeten uitzoeken op het internet hoe dit werkt. Maar ik had dit ook al zien staan in Blokker en zo. Ik dacht, waarom niet? Ik had echt wel verwacht dat die kleine zijn. Dit is iets. Ja. Het gebruik waarvoor ik dit ga gebruiken is wel een klein beetje groot. Maar. Dit is een ventje. Een mannetje. Die eigenlijk door uw afval, uw voerpotje steekt. En er zijn zo van die haakjes aan, waardoor dat hij het haar in de afvoerputjes meegeeft. Klein beetje gross, maar zo is toch zeer nodig in het huis van vrouwen. Momenteel wonen er 3 vrouwen en 2 mannen. Ik ga proberen om mezelf niet te vermoorden tijdens het openmaken van dit doosje. Het zijn zo'n neerstops AliExpress dingetjes in een doosje. Misschien zijn, meestal zijn het gewoon vuilniszakken. Okay. Ik heb dit screen protector hoesje. Deze screen protector. Kocht voor op mijn iPhone. Omdat ik merk dat in mijn screen protector nu wel heel veel krassen zitten. En ik hoop dat ik met deze terug gewoon helemaal opnieuw kan beginnen. Ik hoop dat die ook volledig past op nu. Ik hoop het. Dus dit. Met natuurlijk zo'n doekje voor wipe en wipe. En heel wat bescherming. Volgende. Meestal zijn het leuke zakjes. Oeh ja, dit is nog een badbom. Die ik ook ga proberen in mijn badvideo voor jullie. Echt goed beschermd. Maar de vraag is: is het slim om hem helemaal open te doen? Want ik weet niet of dat er nog een plastic. Ah ja, nu zit hier nog een plastic. Oké. Al die bubble wrap. Ik snap wel als hij uit China komt dat hij een klein beetje beschermd moet zijn. Maar zoveel bubble wrap is gewoon. Sterretje. Dat is mijn grootste, denk ik, tot nu toe. Oh wel, niet. Denk het wel.
Volgende. Leuk verpakt. Oh, super leuk. Er zit ook een kaartje bij. Q. What is the strongest muscle? The tongue. It can raise a woman's hips. What is the lightest muscle? Heel leuk, wel een vies grapje. What is the lightest muscle? The penis. It can be raised by a tongue. Mijn hoesje. Hij zag er mooier uit online. Ja. Dit hoort wit te zijn. Dat is zo een beetje beige, een groen beige-achtig iets qua kleur. De planten zijn wel mooi, maar ik had echt wel beter verwacht van kwaliteit. Dit kwaliteit hoesje is veel beter dan dit kwaliteit. Deze kwaliteit. Ach ja. Oeh. Wel heel leuk. Kijk, ook een heel tekstje in de envelop. Met een bedankje voor het feit dat je bij hen hebt gekocht en dat het recycled is of zoiets. Volgende! Natuurlijk staat er ook wel een adres op de pakjes en zo, maar ik probeer het te tonen aan jullie dat jullie mijn adres niet kunnen zien. Ik ga moeten oppassen, want het voelt als een kussensloop. En natuurlijk wil ik niet in mijn kussensloop gaan kneppen. Ja, dit is mijn. Oh nee, dit is mijn geek kussensloop. Oh. Voor de mensen die goed opgelet hebben tijdens deze video, dit is hetzelfde patroon als mijn gsm-hoesje. Ik vond deze echt zo leuk. Hij voelt super. Ja, ik weet niet hoe dat hij voelt. Wel chic. Ergens. Oh, echt heel leuk. Ik ga er meteen een kussen gaan in stoppen. Echt zo echt. Volgende. Ben ik zo slecht in pakjes open doen? Oh ja, dit is een vormpje. Een vormpje van een heksenhoed. Dus ideaal voor een Harry Potter themed evening of voor Halloween themed evening. Ik heb er nog drie. De eerste is deze van Lavazza of zoiets. Nog een hoesje, want ik ben verslaafd aan hoesjes. Mijn licht was weg. Dit is mijn katjes met een Ravenclaw, Hufflepuff, Gryffindor en Slytherin sjaal. En bovenop het Gryffindor katje zit een uiltje. Ik ga echt goed kunnen afwisselen. En dat vind ik wel leuk. Wat is dat zelf terug? Ah, ja, kijk, weet het. Staat erop. Enkele face masks. Oh, hier is ook een briefje bij. Oh, leuk. Deze face mask. Deze en deze.
En als jullie mijn first impression video hebben gezien, wat ik wel denk ik hopelijk jullie hebben gezien, is dit met hetzelfde beertje als mijn oogschaduwpaletten en zo. Een water skin mask. Wel benieuwd hoe dat zal zijn. Als jullie deze willen getest hebben in een mask time of in een vlog, laat het dan ook zeker even weten. Ik ga een polletje maken met mask time of vlog. En tenslotte deze. En aan het gewicht weet ik al wat het is. En ook een beetje aan de vorm van het pakketje. Dit is uiteraard een bad bomb. Ik denk dat het nu wel de laatste bad bomb was. Echt wel. Stof zit door het papier. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder als je meer AliExpress shoplogs wil zien. En dan zie ik jullie volgende keer weer. Doodles!